ongeval tussen 5 auto's veroorzaakt langdurige file op de A28 bij Nijkerk op Tweede Pinksterdag. Op Tweede Pinksterdag heeft zich een ongeval voorgedaan op de A28 in de richting van Amersfoort ter hoogte van Nijkerk. Het incident, waarbij 5 voertuigen betrokken waren, vond plaats rond 13:30. Gelukkig zijn er geen ernstige gewonden gevallen bij dit incident. Het ongeval heeft geleid tot aanzienlijke verkeersopstoppingen met een file die zich uitstrekte over meer dan een uur. Automobilisten op de A28 in de richting van Amersfoort ondervonden ernstige vertragingen als gevolg van de afhandeling van het incident. Daarnaast ontstond er ook een kijkersfile in de tegenovergestelde richting, wat de verkeerssituatie verder compliceerde. De hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer, waren snel ter plaatse om te assisteren bij het incident. De betrokken voertuigen zijn inmiddels geborgen en de weg is weer vrijgegeven voor het verkeer. De politie zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van het ongeval. Voor actuele verkeersinformatie kunnen weggebruikers terecht op de website van Rijkswaterstaat of via de verkeersinformatiedienst op de radio. Al onze teksten zijn geschreven door OpenAI, Artificial Intelligence en waar nodig aangepast. Wij pretenderen dus niet dat alles wat geschreven staat en uitgesproken wordt waar is. De stem die je nu hoort is een computergegenereerde stem. De videoopnamen zijn gemaakt met de DJI Mini 3 Pro.